Ook politici vinden de meningen van kinderen belangrijk. Daarom werd er in de Tweede Kamer in plaats van het gebruikelijke vragenuurtje voor politici een kindervragenuurtje gehouden. Goedendag allemaal. Waarom mogen kinderen onder de 18 jaar niet stemmen? Mevrouw de voorzitter, ik heb een vraag voor de minister. En ik heb een vraag over sport en bewegen. Ja, dit is echt gewoon zo gaaf om die kinderen te zien. Hè? Ze lieten ons niet wegkomen, werden goed doorgevraagd. En als ik heel eerlijk ben, ik vond het eigenlijk beter dan het grote mensenvraag. Ik vond het geweldig. Ik heb zitten genieten boven op de tribune. Jullie deden het allervriendelijkst. Jullie deden het beleefd. Wat vindt u van het leven? Ik denk dat het hartstikke leuk is. En heel gezond voor ons allemaal, vooral ministers, om door kinderen en door jullie ook een vraag te krijgen. Ook hoe de vragen werden gesteld en hoe er ook gewoon aan de interruptiemicrofoon, zoals wij dat noemen, hè, nog even aanvullende vragen werden gesteld. Kinderen nemen, dat doen de Kamerleden ook niet altijd, maar de kinderen ook niet, nemen geen genoegen met antwoorden die een beetje om de vraag heen gaan. Dus ze willen ook wel echt antwoord hebben. En heeft u er ook iets van geleerd? Ja, ik heb ook geleerd dat ministers ook hele fatsoenlijke antwoorden kunnen geven. Dat doen ze in ons niet altijd en in jullie vaker wel. Ik merkte ook aan mijn collega's, want er zaten er heel veel, hè, waar ook een paar die geen vraag hadden toch erbij waren. Die zeiden, dit moeten we eigenlijk vaker doen. Want dat leren wij ook om veel duidelijker onze antwoorden te geven. En het is gewoon hartstikke leuk op mijn kinderen. Ja, ik denk dat het leukste moment van de dag of de week was. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ja.